Ja, Oran, vrijdag tegen Helmond Sport. Voor jou geen onbekende club? Nee, klopt. Ik heb daar 2 jaartjes gespeeld. Dus even kijken hoe zij er weer voor staan daar. Ja, brengt zo'n wedstrijd tegen Helmond voor jou iets extra's? Nou, persoonlijk niet echt. Ik heb er niet echt een goede tijd gehad, laat ik het zo zeggen. Dus ik ben dat gauw vergeten eigenlijk. Ja, nou ja, goed. Wat we niet vergeten is natuurlijk dat we daar 3 punten moeten gaan halen. Dat sowieso, ja. Ja. Hoe kijk je tegen de wedstrijd uit? Ja, ik denk nu, alle aankomende wedstrijden zijn allemaal finale wedstrijden voor ons. Ja, we moeten ervoor zorgen dat wij die play-offs halen. En ja, dat is deze van morgen is er ook één van. Ja, hoe gaat dat met jezelf? Ja, hoe bedoel je? Gewoon, gewoon persoonlijk? Ja, ja. Nou, op het veld natuurlijk. Ja, gaat goed. Ja, ik was geschorst geweest. Baalde ik wel van. Maar goed, ik liep al langer zo rond met ook ik kan hem pakken en geschorst zijn. Ja, ja gelukkig ben ik er nu vanaf en ja, kan ik weer de wedstrijden spelen. Ja, je speelt morgen? Ja, ik speel morgen. Ja. Wat denk je? 3 punten? Ja, dat moet te doen zijn. Moet te doen zijn. Zeker. Houden we je aan. Ja, is goed. Dankjewel. Dank je.